vrij. Naast je zit. We hebben vanochtend afgewacht op de rechtspraak, op de uitspraak van de rechter. Gisteren is de rechter hier gekomen om 2:00 PM. Toen begon de zitting, zeg maar. Toen zijn we daarna naar de Parnassusweg vertrokken om daar de zitting voor te zetten. Daar is vanochtend om 9:00 zou hij de uitspraak van doen. Dat is ondertussen gebeurd. En de uitspraak is dat alle objecten, behalve de informatiestand die hier achter mij te zien is, verwijderd moeten worden voor 10:00 AM aanstaande zaterdag, de 24e. De informatiestand is natuurlijk heel belangrijk om mensen informatie te verschaffen en om onze boodschap naar buiten te brengen. Maar het is niet Occupy. Occupy is die tent waar je gewoon laat zien van ik bivakkeer hier tegen weer en wind en ben van plan te blijven en hier staan wij voor. De tent staat symbool voor Occupy en die is heel belangrijk, niet de informatiestand. De redenen waarvoor we protesteren zijn eigenlijk met de tijd alleen maar groter en groter aan het worden. Je ziet nu gigantische bedragen van alle landen in Europa naar Griekenland gaan. Waar wordt gezegd dat het geld naar de burgers gaat, maar eigenlijk gaat het voor een groot gedeelte naar de banken en corrupte politici daar. Ja. Dus de redenen waarvoor ik hier sta zijn eigenlijk alleen maar groter en groter aan het worden. En daar is zo'n tent is daarvoor nodig? Zo'n tent is daarvoor een symbool van verzet. En, ook praktisch handig, omdat je hier continu kan zijn, aanwezig kan zijn. Het is, we leven in een 24 uur economie, 24 uur maatschappij. En 24 uur protest past daarbij. Maar zijn jullie niet blij met zo'n informatieloket? Tuurlijk, een informatieloket is hartstikke mooi. Maar alleen op zich een alleenstaand informatieloket is heel weinig. Het doet heel veel kracht af van het loket aan zich. Juist het feit dat er een continu protest om het loket heen is, maakt het loket een stuk waardevoller en een stuk krachtiger. Accepteren jullie de uitspraak nu? Nou, we zijn nu aan het kijken wat de mogelijkheden zijn voor beroep. We gaan kijken wat we zaterdag überhaupt gaan doen, hoe we daarmee omgaan. In principe niet. De hele uitspraak doet af aan het recht op demonstratie. En onze demonstratievrijheid wordt wel ingeperkt. Dus, maar hoe moet ik me dat dan zien op zaterdag? Op zaterdag is ook de lentedemonstratie, dus dat gaat lekker in elkaar oplopen. Want de lentedemonstratie begint om 6:00 en dat loopt door tot 22:00. Dus als om 22:00 dan hier een ontruiming plaatsvindt, dan zijn er juist allemaal activiteiten gaan. En ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. In de lentedemonstratie zijn een aantal mensen die zijn samengekomen om de verbinding tussen de mensen, de viering van de lente te doen. En het begint 's ochtends vroeg met het zingen van mantra's. Er wordt yoga gedaan, acrobatische yoga. Er komt een steltenloopster met een permacultuurjurk. Er komt poëzie, een waterbar, van alles en nog wat om dus samen de lente in te luiden. Heel veel mensen moeten nog steeds uit hun hol kruipen. En ik kan niet wachten tot dat gebeurt. Moeten we eerst maar gaan bekijken hoe we ons gaan verzetten. Of we ons gaan verzetten. En zo ja, dan moeten we gewoon goed gaan mobiliseren. Denk ik. Gewoon het woord spreiden over het internet. Over Facebook, over Twitter, over Hives. Op de website. Alles, deze media moeten we aangrijpen om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen natuurlijk. 2011 was het jaar van de protestant. En 2012 kan misschien nog wel heftiger worden. Dus we gaan het zien.